Hey guys, Creator Corona, thanks. Eerst zitten we bijna 20.000 supporters, so that's very. Ik moest me de laatste weken houden op YouTube, want ik had weer een strijk. Waarschijnlijk hebben jullie allemaal wel mijn video gezien over Amigo van Sofia Nidjani. Free Moreno, man. Die video is gestrijkt en die was geblokkeerd in alle landen. En ik had een strijk en auteursrecht. Op dit moment is het auteursrechtgeschil in behandeling. Die video was geclaimd door Spek. Spek is het management van bijna elke grote rapper in Nederland. That is great, man. Ik weet nog altijd niet precies waarom ze mijn video gestrijkt hebben, want dat is gewoon kritiek. Maar dat kan dus blijkbaar ook niet meer. Op het einde van deze video ga ik daar iets meer over zeggen. Van artikel 13 en shit. De komende week. Als jij gekomen bent voor mopjes en creator code. Shoutout naar Moreno, man. Die video staat nog online nu. Dus als je hem nog wel kijkt, zou ik het snel doen. Dan ik denk niet dat mijn video erdoor gaat komen. Mijn vuurwerkvideo daarentegen, die is niet geblokkeerd in alle landen. Die is geblokkeerd in 9 landen. Amerikaans Samoa, Canada, kleine Pacifische eilanden van de Verenigde Mexico, Noordelijke Mariaan, Puerto Rico, de Maagdeneilanden. Om een beetje in de trend van muziek te blijven, omdat we toch hebben over gestrijkte video's in artikel 13. Wat ik niet meer ga kunnen doen als het goedgekeurd wordt, is reageren op muziek van mensen. Nu sta ik ook al bekend als echte artist spotter. Voordat ze bekend waren, kijk, ik spot die dingen, snap je? Ik heb een fucking hard liedje gevonden van Kaluche. Ik weet niet wat dat zijn naam is. Waarschijnlijk de jongste fucking straatrapper van Nederland. Boef! Ha! Lil Kleine! Weet je wat hard is hieraan? In Blankenberg heb je zo'n club, als je het zo kan noemen, de Circosia. Circosia? Als je ooit op vakantie komt naar Blankenberg in de zomer, Circosia, man. Als je dit liedje daar op een fucking vrijdagavond gooit om 3 uur 's nachts, lijkt niemand zo iets merken. Iedereen zou gewoon. Skaloetje, kom hard op die beat naar dan poepje. Want ik heb 2 broertjes en ze eten allemaal koekje. Ben daar rustig, allemaal broodje. Het is een harde pokoe. Shoutout Kaluche. Kom hard op de beat. Dit is een harde pokoe. Dat weet je allemaal. Ik had een klein stukje laten horen in mijn vorige video. Ik meen dat binnen 2 jaar jullie gaan meer horen van deze guy. Ze eten allemaal koekje. Ben daar rustig. Shit! Ik besef pas bij het editen dat als je goed luistert naar die beat, het is gewoon een bed die aan het kraken is, man. Dit is zwaar in de rated, snap je? Deze video is geschoten in de, weet ik veel, de garage van een school of zo. Is ziek, man. Shoutout Kaluche, man. Er zijn zoveel dingen die gebeuren in deze videoclip. Je kan het niet allemaal vatten met oog door het 1 keer te zien. Ik wil er geld op zetten dat binnen 2 jaar er op deze guy je EP gaat iedereen zeggen, yo Kaluche, man. Komt hard op de beat, net een poepje. Dit is 30 seconden, ja, we willen fucking volledige versie. Weet je wat de wereld op dit moment nodig heeft? Niet fucking artikel 13 of iets van die shit. Creator Corona Tanks, Aces en een volledige versie van deze rap. Waarom leven we anders, man? Hoe kunnen we leven als we niet hard op de beat kunnen komen, net een fucking poepje? Ik vind het gek hoe lang dat al een trend is om muziek te blijven maken. De leeftijd zakt heel tijd meer, het niveau zakt ook heel tijd meer, waardoor dat ze de goede er toch al tussen uitspringen. This Tutti Raw featuring Lil Burry, Diamonds Shining. I might pull up in that Ford in that NASCAR. It's exotic and it's a fast. Je zou kunnen zeggen dit is psychisch. Pull up in a foreign en dan. Op die lime step, pull up in the foreign. De muziek wordt zwaar gedomineerd door kleine kinderen op dit moment. En niet dat erg is, ik ben met ook zo hard. Toen hij dit heeft opgenomen was hij 13. 13! Ik zit hier op mijn kamer. 13! En dan ga je 1 jaar vooruit naar nu. Maar waar is Kaluche, man? Als Matt Ox de kans krijgt om te boomen en helemaal te veranderen. Het is dezelfde guy als wie ik daarnet toonde. Dit is de fidget spinner guy. De youngsters maken muziek, man. Het is zo 13, 14. Ik ben nu fucking 16. Bij 13 heb je aandacht voor muziek of niet? Maak muziek, man. Doe je ding. Ik zag niet dat je moet kunnen zingen en zo. En het is al lang niet meer nodig om muziek te maken. Maar heb jij een goede idee? Neem iets op je school. Sla je leerkracht of zo. Kom hard op de beat. Net aan poep. Ik draai zoveel, breng stroom net een dynamo. Mijn DM is vol, want ze willen nu een collabo. Ik zag je, jonge mensen, they taking over, man. Jullie zijn jong, waarom zou je tijd verspillen op school? Ik zag aan je bed tegen niemand ik deze dingen aan het zeggen, want anders komt het niet meer zwaar. En je zag tegen als ze kijkers zijn als ze rappers moeten horen. Is dit Kaluche? Ik ben de nieuwste rapper van Nederland. Er is niemand vliegen die ik weet kan. Ik ben de nieuwste rapper van Nederland. Er is niemand vliegen die ik weet kan. Heb je Audacity, heb je een microfoon? Je hebt niet eens een mic nodig, man. Heb je een telefoon? Kijk, een simpele tutorial. Beats. To rap. Dan denk je af en toe over die teksten, maar vooral ga ik rappen, man. Creator Corona XAZ. Creator Corona XAZ. Creator Corona XAZ. Ik speel geen Fortnite, wel Creator Corona XAZ.
Geloven jullie nog altijd niet dat je viral kan gaan met shitvideo's? En kunnen jullie nog altijd denken dat jullie aan het schermen bent? Ik geef jullie de fucking kans om bekende rappers te horen. Jullie kijken gewoon naar deze video. Jullie zijn nog steeds je fucking tijd aan het verspillen met deze video. Ik wil geen voorbeelden hebben. Ik wil niet uitpakken wat ik zelf heb gedaan, maar 754.000 views. Ik heb dit niet op Spotify gezet. Ik had het beter gedaan. Mijn video's gingen super lekker toen. Ik leerde... Heb je ergens in je lichaam iets in je die schreeuwt naar ik moet muziek maken? Hè? Doe het man, waar de fuck wacht je nog op? Je kan zo makkelijk viral gaan als je jong bent en als je een beetje bars hebt. Deze video heeft 6 tot 1000 likes. Ik had voor de muziekcarrière moeten gaan. Waarom heb ik dat niet gedaan? Yo, what the fucking no? Ik was hier 12. Of... ik was geen 12. Creator Konatijks. Nu op Spotify. Vergeet niet te klinken. Link in bio. Dit liedje fucking viral man. Hey. Creator Konatan X, ace ticket en dan geef me geld. Hey, I need your cash right now. Hey, ik heb een vork right now. Hey, sipping on the G Fuel right now. Hey, Creator Konatan. Willen jullie een volledige versie? Die komt er niet, man. Muziek maken, kijk, het brein er snel aan. Als artikel 13 komt, is het allemaal klaar. Mensen nemen het nog altijd niet serieus. Ik ga een linkje in de beschrijving zetten van het nieuwe artikel 13, van waar echt doorgekomen is voor de Europese Unie, waarover ze nu aan het stemmen zijn. Lees dat niet, tenzij dat je ouder bent dan 21. Lees het dan misschien als je te veel tijd hebt of zo. Kijk, er staat niks nuttig in. Artikel 13 is het meest onoverzichtelijke fucking ding dat de Europese Unie ooit gedaan heeft. Waarom? Omdat ze zelf geen fok verstaan voor wat ze aan het zeggen zijn. Ik hoor heel veel mensen denken van, hey, maar hoezo zou dit onze fok keren wat er gebeurt met artikel 13? Ik ben geen fucking YouTuber. Weet je dat daar echt niet toe doet? Weet je dat het niet is? Enkel over fucking YouTube had, als je dat echt over het hele internet had, over elk fucking social media ding die je kent. En de Europese Unie probeert daar nu ook gewoon kracht over te hebben, want dat hebben ze op dit moment niet. Het internet is zo toegankelijk voor iedereen, dat echt zo vrij is dat de Europese Unie denkt van fuck! Hey, maar we hebben regels nodig, man, we hebben fucking regels nodig. Het ding is, als artikel 13 wordt opgekeurd, komt Jong Kaluccio waarschijnlijk nooit met die fucking app bij. Willen wij dat? Tuurlijk willen die fucking app bij, maar als artikel 13 er is, dan gaat dat nooit gebeuren, snap. Wat houden we nu precies in? Ik heb een kleine vergelijking bedacht om het simpel uit te leggen, maar kijk, ik ben ook niet zeker of dat dit is. Want het artikel is zo onduidelijk, omdat ze zelf eigenlijk niet doorhebben over wat ze aan het praten zijn. Een paar mensen in het parlement die waarschijnlijk alleen Facebook gebruiken, die nu een beetje regels over copyrights aan het stellen zijn. Yes, daarvoor zijn ze betaald. Nice. Zie even de wereld als één grote stad. En in die stad heb je één supergroot restaurant. En dat restaurant was het allereerste restaurant die er was. Je ziet als de enige fucking McDonald's of zo die er is in deze stad. En het is het grootste restaurant daar is in de hele fucking stad. En daaronder heb je allemaal kleine restaurantjes. En daar hoor ik bij. En PewDiePie. En allemaal andere YouTubers. En zo knop bijvoorbeeld. Dat zijn ook allemaal mensen die een klein restaurantje hebben. Waar ik lokaal eten verkopen aan kleine mensen. Ik heb geen fucking restaurant. Het houden er is een vergelijking. Stel het grootste restaurant van de stad. Komt met een nieuw gerecht. Zij zijn de eerste die dat doen. Dus zij hebben alle recht om dat nieuwe gerecht uit te brengen. En zij doen dat, want zij zijn de grootste. Zij hebben alle middelen om dat te doen. Dus zij gooien dat in een restaurant en mensen kunnen dat komen eten. En ik als klein restaurant denk van, hey, dit ziet er al lekker uit. Dus wat doe ik? Ik neem een klein fucking deel van hun gerecht. Ik neem een klein ingrediënt of zo van wat zij gemaakt hebben. Ik geef daar mijn eigen swing aan. Ik maak mijn eigen gerecht en ik verkoop dat aan mijn klanten. Dat kan nu. Als artikel 13 wordt opgekeurd, niet meer. Want ik heb iets overgenomen van hun. Wat 100% van hun was. Ook al heb ik er mijn eigen draai aan gegeven. Ook al heb ik er iets van mij van gemaakt. Dat mag niet meer. Want 1% van mijn gerecht is van hun. Het keer niet dat die andere 99% origineel van mij gemaakt is. Die 1% verandert alles. Ik zag, ik heb zoveel gelezen, zoveel dingen waarvan ik echt een hol snap. Zoveel dingen die ik daar een beetje begrijp, maar waarvan ik nog altijd denk, dit is nutteloos, dit gaat nergens over. Dus probeer ons internet af te pakken, als dit goedgekeurd wordt, wee, dan ga je niet alleen maar geen video's meer zien van mij, dan ga je legit niks meer zien wat leuk is op het internet. Dan ga je kunnen kijken naar vakantiefoto's van mensen en zo. En profielfoto-updates. Alle grappige dingen en alle leuke dingen zijn weg. Ze maken van het internet een saaie plek. Dus wat kunnen we daaraan doen? We hebben twee opties. Optie 1 is helemaal niks doen en ons helemaal laten verkopen door de Europese Unie. Optie 2 is, ja, als het wordt goedgekeurd, dan moeten we gewoon allemaal move naar de deep web. Daar allemaal illegaal video's als dit beginnen kijken. Hey, dit mag dan ook niet meer. Deze video zou dan ook helemaal niet meer online kunnen komen. Want in het begin van deze video, weten jullie nog, toen ik dit toonde, ik zou dit niet mogen tonen. Want zien jullie al die foto's van die mensen ook? Ik had geen toestemming om dat te tonen, maar ik mag deze site niet tonen. Dat is niet van mij. Het gaat niet enkel om video's. Ik hoop dat mensen die nu denken van artikel 13 en geven van fuck, het gaat niet enkel hierom. Het is nog niet goedgekeurd. Weet je hoeveel pijn iedereen gaat hebben als het goedgekeurd wordt? Dat pas
pas ga iedereen snappen van what the fuck. Dit had niet mogen gebeuren, man. Maar laten we hopen dat de Europese Unie een beetje helder denkt. Anders zijn we al nukt. Dan moeten we wel gaan staken en zo. Dus onthou, creator gewoon dat ik zei zit. Kijk, waar ook gebeurt, we gaan altijd voor en uit kunnen blijven spelen. Dus that's pretty nice too, guys. Press je duimpje omhoog op deze video als je het leuk vond. Kom altijd hard op de fucking beat, net een poepje. Ben je zin om muziek te maken? Doe dat dan. Ik stream de laatste tijd ook heel veel Apex op Twitch. Dus vergeet mij daar niet te volgen. Yes, ace it. Met je meldingen aan, dan weet je dat ik live ga. It's gonna be great. Guys, ik ga nu een chihuahua zijn nek breken. I feel so much better now. Oh, let's do it again. Oh, that was so nice. Hello. Where is the fucking team? Where is the fucking team? Thank you. This is a good person. Kijk, je zou zelf...